starting to calm down now, which is really quite cool to see. The end goal, which would be everyone together in the same paddock, enjoying each other's company, which would be really quite neat to see. Volgende keer in de zoo. Tijger Monique gaat naar de tandarts. De mysteries van de zeldzaamste Nieuw-Zeelandse kikkers worden ontsluierd. Big fat female on the left, who's full of eggs, and two potential suitors on the right. En apenkuren, recht uit Wellington. We hebben iets nieuws te horen. Sweet chicken chili. Dat is een heerlijke kipsnack met een vulling van sweet chili sauce. En die gaan we laten proeven door ons kerstpanel. Zeg maar even wie je bent en wat je doet. Ik ben een banketbakker. Verstand van vulling. Ik ben Frits, tandarts. Oh, verstand van vulling. En jij? Ik zit in de BH's. De nieuwe sweet chicken chili, dat is een heerlijke kipsnack met de saus er al in. Vanmorgen. Giacomo is aantrekkelijk, teder en uiterst comfortabel. Mijn Giacomo, de juiste keuze voor 1690 euro. Alleen bij Shufflebox. Win elke week voor 10.000 euro aan prijzen met Dag Allemaal. Maak kans op laptops, blenders, haardrogers, fototoestellen, wasmachines en zoveel meer. Haal dus elke week voor maar €2,50 uw Dag Allemaal. Absorb voor de hoogste absorptie. Lotus wordt Nalis met vertrouwde kwaliteit. Aanschouw haar koninklijke hoogheid, de Royal Oakfish. Ontdek nu de rest van onze koninklijke familie en go bij McDonald's. Activeer de jeugd van je huid aan de bron. Nieuw van Diadeline, Cellular Expert 3D. Onze eerste verzorging met Procellium. Deze herstelt, revitaliseert en vernieuwt de huidcellen. Voor een huid hersteld aan de bron. Mijn huid is als herboren. Nieuw Cellular Expert 3D. Diadeline, onze dermatologische expertise voor jou. Zaterdag 7 maart.
Belgische speurders ondervragen in Parijs de verdachte van de zuuraanval bij de Leize. Hij werd opgepakt bij een toevallige controle. Nu, wanneer ze het voertuig onderzocht hebben, hebben we een aantal elementen kunnen terugvinden die het mogelijk maken om de bestuurder te linken aan de afpersingszaak bij de Leize en de zuuraanval in Antwerpen. De regering bereikt dan toch een akkoord over het brugpensioen. Wie vanaf nu met brugpensioen gaat, zal beschikbaar moeten blijven voor nieuwe jobs. Een Belg sterft bij een terroristische aanval op een bar in Bamako in Mali. Er vallen nog 4 andere slachtoffers, 10 anderen raken gewond. 1 uur, VTM Nieuws, Duinverstraat. Goedemiddag. De verdachte van de zuuraanval bij de Delijs in Antwerpen blijft voorlopig in de cel in Parijs. Hij zal daar worden ondervraagd door Belgische speurders. De man kon in de nacht van donderdag op vrijdag bij een routinecontrole worden opgepakt in de buurt van de Franse hoofdstad, zoals wij gisteravond om 7 uur konden melden. Het gaat om een Nederlander. Bij de Leize blijven de bewakingsagenten staan voor alle supermarkten. De beveiliging blijft er op het hoogste niveau. Ze willen eerst zeker zijn. Heeft de politie in Frankrijk de juiste man tegengehouden bij een wegcontrole? Wanneer ze het voertuig onderzocht hebben, hebben we een aantal elementen kunnen terugvinden die het mogelijk maken om de bestuurder te linken aan de afpersingszaak bij de Leize en de zuuraanval in Antwerpen. Nu, wat die elementen concreet zijn, daar kunnen we in belang van het onderzoek niets over zeggen. Het meest verdacht is de hele stapel met banken. Oké, daar gaan we zijn. Gedaan. De zijn staat in België. Want het zijn die bankkaarten die ook gebruikt zijn om de Leize af te persen. Belgische speurders zijn nu op weg naar Parijs om zeker te weten of de verdachte ook echt de zuurgooier is. We moeten daar enige tijd op wachten omdat de onderzoeksrechter ervoor geopteerd heeft dat de Belgische onderzoekers de Belgische speurders de man in Frankrijk kunnen ondervragen. Wat kan u vertellen over de man zelf? Terwijl het gaat om een man van Nederlandse nationaliteit, van rond de 40. Meer informatie hebben we nog niet over hem. Als het om deze man gaat, is het gerecht bijna zeker. Want er lag ook nog een wapen in zijn auto. En vooral, volgens sommige bronnen, ook een fles met zuur. Zal de man nu binnenkort worden uitgeleverd aan ons land? Ja, dat is nog te vroeg om dat te stellen. We zullen eerst en vooral moeten klaarheid brengen. Is het werkelijk de man die de zuuraanval gepleegd heeft? Of gaat het om iemand anders? Dat is het eerste dat nu moet gebeuren, dat is dat uitklaren en de man vervolgens confronteren met de elementen die we hebben aangetroffen in zijn voertuig. Ja, Carla Trey aan het parket in Brussel. Weten we wat die verdachte in feite in Parijs deed? Volgens sommige bronnen woont de man zelfs in Parijs of heeft hij daar tenminste een huis waar hij terecht kan. En Parijs, dat is natuurlijk veilig en ver van het hele team aan Belgische speurders die de man aan het zoeken was. Al maandenlang zijn ze die man aan het zoeken, kunnen ze hem niet vinden. En ze hebben hem nu eigenlijk bij een heel toevallige controle gevonden. Domweg is de man opgepakt. Hij had al dat bewijsmateriaal bij en het was eigenlijk maar een gewone verkeerscontrole. Wat gaat er met die verdachte gebeuren? Wel, Belgische speurders die het dossier heel goed kennen, gaan nu dus naar Parijs om de man te ondervragen en vooral te confronteren met al de bewijzen die ze tegen hem hebben. Het belangrijkste zijn natuurlijk die camerabeelden. Ze gaan hem vragen, ja, jij bent hier op te herkennen, wat heb je daarover te verklaren? En dat het zuur dat hij in zijn auto had en het wapen en de bankkaarten. Hoe komt het dat jij die bankkaarten bij je hebt die ook gelinkt zijn aan de afpersing van de Leize? Ze hopen natuurlijk dat die man heel snel verklaringen gaat afleggen, omdat er veel bewijs is. Dan kunnen ze hem ook meteen meenemen naar België. Houdt het parket de familie van het slachtoffer op de hoogte? Ja, ik heb daarnet even gepraat met de man van het slachtoffer. Zij zijn ook gisteren ingelicht van het nieuws dat die mogelijke dader is opgepakt. Ze zijn al opgelucht, maar ik hoor daar ook dat ze nu eerst zeker willen weten, is het de juiste man? En de man zegt ook, de echtgenoot van het slachtoffer, zegt ook dat zijn vrouw beseft dat er iets aan het gebeuren is. Zij herstelt redelijk goed en zij weet niet wat er aan de hand is, dat er een mogelijke dader is opgepakt. Maar ook zij wil nu zeker zijn, pas dan kunnen ze dit alles achter hen laten. Bedankt, Karel Latré. Het had heel wat voeten in de aarde, maar de federale regering heeft dan toch een akkoord bereikt over het brugpensioen. Een bruggepensioneerde gaat sneller een andere job moeten aanvaarden. De regering stelt zich dus strenger op dan het voorstel van de bonden en de werkgevers. Die krijgen morgen meer uitleg over het akkoord en beslissen daarna of ze de aanpassingen pikken. Na uren vergaderen is de federale regering eruit. Ze hebben een akkoord over de brugpensioenen.
Ik kan alleen maar zeggen dat er hard gewerkt is op de kern en dat wij een akkoord hebben gevonden. Maar is er gemorreld aan het voorstel van vakbonden en werkgevers? Oh, kijk, in grote lijnen gaat het over dezelfde elementen van de sociale partners. Soms zijn er kleine details die veranderd zijn. Maar die kleine details kunnen een groot verschil maken. De sociale partners wilden dat teruggepensioneerden zich passief beschikbaar moesten houden. De regering verandert dat in een aangepaste beschikbaarheid. En dan de werkgevers vonden dat de aangeboden job op basis van het diploma moest zijn. De regering maakt daar op basis van competenties en ervaring van. De aangepaste beschikbaarheid is eigenlijk meer van in het begin kijken naar de competenties van die persoon, naar de ervaring van die persoon en een begeleiding te gaan doen. Die een begeleiding is die op maat is om die persoon te helpen aan een job die past bij zijn verwachtingen, maar ook bij de mogelijkheden die bijvoorbeeld een 60-jarige heeft. Voor de huidige bruggepensioneerden verandert niets. Wie vanaf dit jaar met brugpensioen gaat, moet zich beschikbaar houden tot 65 jaar. Het is nu de vraag of de vakbonden de aanpassingen gaan pikken. Ik ga ervan uit dat wanneer zij kennis nemen van dit akkoord, dat ik uitkijk naar hoe reacties waren als zij daarbij houden. Vakbonden willen voorlopig niet reageren voor de camera. Ze krijgen morgen meer uitleg over het akkoord. En wat oudere werkzoekenden betreft is er dit bericht. De bewakingsfirma Securitas België start met een aanwervingscampagne voor 50-plussers. Er wordt bewust voor gekozen om 140 oudere werknemers aan te werven, omdat die over heel wat maturiteit en alertheid beschikken. Bij Securitas België zijn momenteel al heel wat 50-plussers aan de slag. 30% van de werknemers is ouder dan 50 bij Securitas België. En 10 bewakingsagenten zijn de kaap van 70 zelfs al gepasseerd. Mali in West-Afrika is een Belg omgekomen bij een schietpartij in een bar. Volgens de politie gaat het om een terroristische aanval van strijders die banden hebben met Al-Qaeda. Van de plaats van de aanslag is nauwelijks beeld. Maar in deze foto's waarop je ziet hoe de politie de straat heeft afgezet. De daders hadden het gemunt op dit café, La Terrasse. Rond middernacht loopt een van hen met een machinegeweer en granaten naar binnen en begint in het rond te schieten. 5 mensen komen om. 3 Malinezen en 2 Europeanen. Een Fransman en een Belg. Wel, we kunnen inderdaad bevestigen dat er een Belg is tussen de slachtoffers van de aanslag in Mali. Het gaat om een persoon die daar werkte als veiligheidsofficier voor de Europese delegatie in Bamako. De familie is intussen verwittigd. Ja, de familie is op de hoogte gesteld van het overleden. Mali ligt in het westen van Afrika. De aanslag gebeurde in de hoofdstad, Bamako. De bar La Terrasse is, vooral in het weekend, erg populair bij westerlingen. De Malinese politie kon in de loop van de nacht 2 verdachten oppakken en ondervragen. Of zij de daders zijn, is niet bevestigd. Vermoedelijk zitten islamitische strijders, die gelinkt zijn aan Al-Qaeda, achter de aanslag. Getuigen hoorden een Allahu Akbar roepen. Arabisch volkgod is groot. België gaat nu mee het onderzoek voeren. De resultaat van het parket was al...